President Daisy Boutersen heeft een spoedoverleg gehad met DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons en Ronnie Benschop, die minister ad interim is op Buitenlandse Zaken. Aanleiding van dit overleg is het incident op de Marowijnenrivier, waarbij op 27 februari opnieuw eigendommen van Surinamers zijn vernietigd op Surinaams grondgebied door de Franse gendarmerie. Dit gebeurde tijdens een gezamenlijke patrouille, meldde het NII in een persbericht. De regering spreekt haar ernstige afkeuring uit over deze ontwikkeling en heeft haar misnoegen geuit tegenover de Franse autoriteiten. Het Nationaal Leger van Suriname heeft inmiddels ook de gezamenlijke patrouilles opgeschort totdat er duidelijkheid is gekomen in deze zaak.